dat u er bent bij deze tweede aflevering van de VU Connected talkshow-serie Sportief. Het komende academiejaar organiseert VU Connected verschillende bijeenkomsten. Met als doel om tot een duurzame aanpak te komen van onsportief gedrag. Tom Douwe-Trooswijk, de directeur van VU Connected. Ik wil allereerst beginnen met de vraag, waarom is dat thema voor jullie zo belangrijk? Misschien kunt u even naar voren komen. Goedemiddag allemaal, ook namens VU Connected van harte welkom. Waarom is dat thema nou zo van belang? Omdat de gemeenschap van VU Windesheim, VUMC, zich al sinds Abraham Kuyper, zou ik bijna willen zeggen, realiseert dat wetenschap en onderzoek en onderwijs er niet is voor onderzoek, onderwijs en zorg, maar voor de samenleving. En dat we ons dus moeten bekommeren. Ons druk moeten maken over dingen die er in de samenleving gebeuren die je graag een eindje verder op weg zou willen brengen. Eén daarvan zit natuurlijk in het domein van de sport en van de sportiviteit. Wat ik wil zeggen is dat het aardige is van dit programma, wat we hier met elkaar doen, dat niet iets is wat VU Connected nou allemaal zit te verzinnen, maar dat VU Connected de partij is die verschillende maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt om met elkaar na te denken over geweld, over doping in de vorige keer, over de mannenwereld van de sport de volgende keer. En ook u wil uitnodigen om concreet bij te dragen aan het eindresultaat wat we beogen met dit thema project sportief. Dat is een charter waarin die verschillende partijen zich verenigen. En bij elkaar aansluiten en zeggen, we zetten de schouders eronder om Nederland een stukje sportiever te brengen. Hebt u daar ideeën voor? Dan hebt u in uw map dit papier zitten. En dan kunt u uw ideeën voor dat charter op kwijt. En dat kunt u straks inleveren. En dan komt uw idee ongetwijfeld ook in het charter. Bedankt. U kunt straks ook meepraten nog. Als er vragen zijn, kunt u vragen stellen. Dat gaan we wel georganiseerd doen. En als u hele belangrijke aanbevelingen direct heeft, mag u dat ook al hier doen. Vorige keer hebben we het gehad over doping. En toen hebben de gasten ook wat aanbevelingen gedaan. Als het goed is, komen die nu achter mij op een sheet. Kunnen we even kijken. Dat is een greep uit de aanbevelingen die vorige keer zijn gedaan. Bijvoorbeeld, er moet een echte trias politica komen in de sport. Want nu is alles intern geregeld. Marjan Olvers, laatste tijd erg veel in het nieuws over hele andere dingen. Ik weet niet of ze er is, want ze zou vandaag ook komen. Hey, jammer, had ze ons nog even kunnen bijpraten over Ajax, maar dat niet. Zij had een aanbeveling over wat betreft de straffen. Peter Hollander had onsportief gedrag zou je veel harder moeten aanpakken. En als laatste, als het goed is nog, van Marianne Vos. Nee, maar die heeft ook aanbevelingen gedaan. Kortom, dat kunt u allemaal ook op onze website teruglezen. Ik zal even beginnen met mijzelf nu voor te stellen. Mijn naam is Barbara Barend. Ik host al deze talkshows met heel veel plezier. We hebben vorige keer een erg leuke middag gehad. Lang niet iedereen was het met elkaar eens en dat is wel mooi. Het werd wel op een sportieve manier gediscussieerd. Ik wil mijn gasten vandaag ook vragen om op een sportieve manier, zonder al te veel geweld, met elkaar te discussiëren. Ik zal jullie eerst allemaal voorstellen. Daar zit Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de VU. En die gaat zo direct ook nog wat leuks met ons allen in de zaal doen. Of misschien vindt niet iedereen dat leuk. Danielle de Bruin, zijn we heel trots op. Weet u het allemaal nog? Peking, waterpolo, jawel. Toen won zij, fantastische speelster, won zij goud met onze waterpolosters. En ze is ook waterpolosters van het decennium. Mooi dat je er bent. Dan hebben we Guus Postumus hier aan tafel, de districtsmanager van het amateurvoetbal in Amsterdam. En we hebben ook nog Sabine Verhul. En Sabine is ambassadeur, maar ook werknemer, meer dan voetbal. Het is een stichting, daar gaat ze zo direct over vertellen. Vanuit de KNVB doen die ook van alles om vooral toch sportief gedrag te promoten. Ze is ook voetbalster voorheen van ADO Den Haag, waar nog alles wat op tribunes gebeurt, wat te maken heeft met agressiviteit. Gaat ze ook van alles over vertellen, hoe je dat als sporter beïnvloedt. En tegenwoordig voetbalster van Utrecht. Welkom allemaal. Ik wil eigenlijk beginnen om jullie allemaal een stelling voor te leggen. En of jullie daar allemaal op je eigen manier op willen reageren. Ga ik met jou beginnen. Sport en agressie gaan hand in hand. Nou, op dit moment gaat het inderdaad hand in hand. Maar ik denk dat we er alles aan moeten doen om dat gescheiden te houden. En sport te laten en het sportieve aspect terug te krijgen. En zie jij dan nog verschil tussen mannen en vrouwen?
Nou, ik denk dat daar wel verschil in is, omdat vrouwen met een ander, die zijn natuurlijk anders met sport bezig dan in het mannenwereldje. En bij mannen, in het mannenwereldje gaat het nou eenmaal meer om geld en is meer in de picture. Dus meer agressie? Ja. Oké. Okay. Guus, sport en agressie gaan hand in hand. Nou, die gaan helemaal niet hand in hand, want daar gaan we keihard tegen in. Dat gaat niet gebeuren. We stoppen ermee met dat geweld, met agressie. En we gaan zeker in de preventieve sfeer kijken om clubs te helpen, om daar echt een vuist tegen te maken. Het wordt weer veel leuker over een paar jaar. Danielle. Nou, het lijkt vaak zo te zijn, doordat de excessen vaak in beeld worden gebracht, of daar wordt vaak over geschreven. Terwijl als je gaat rekenen, het percentage van wedstrijden waar het helemaal niet voorkomt, eigenlijk veel groter is. Dus ik denk dat we juist het positieve moeten belichten en niet de negatieve kant. En ja, wat ik zeg, het komt wel voor helaas, maar ja, ik ben het wel met Guus eens. We moeten alles tegen doen om dat weg te laten gaan. Paul van Lange, gaat het hand in hand? Nee, ik vind van niet. Ik denk dat het veel veiliger is als je gewoon naar het stadion toe gaat, in plaats van dat je thuis bent. Thuis gebeuren de meeste ongelukken. In het stadion is het eigenlijk heel, heel rustig. Het is eigenlijk heel goed voor ons. Ik ga ontzettend lang naar het stadion en ik vind het altijd, eigenlijk als je een beetje overdrijft, kun je zeggen dat het heel erg vredelievend is. Vredelievend of kunnen we daar juist een beetje onze agressie kwijt? Ik vind dat over het algemeen zie je dat de supporters onderling heel veel gezelligheid maken, plezierig met elkaar omgaan, vrouwen, jong en oud. Eigenlijk is dat ook zeer nieuwswaardig om dat te melden. Is er eigenlijk, maar daar gaan we straks langer op discussiëren. Ik denk wat jullie zeggen is wat jullie hopen, maar wat niet altijd op dit moment realiteit is. Guus, laten we bij jou beginnen. Wat zijn jouw ervaringen bij het amateurvoetbal? Als speler ook zelf en als manager? Ik heb in ieder geval een jaar of 17 vertoefd in de hogere regionen, topklasse zoals het nu heet, amateurvoetbal. Nooit iets gebeurd, helemaal niets. Ik kom natuurlijk wel nog steeds altijd op die velden. En ik zie wel veel gebeuren in de wat lagere klassen. Als je dat doortrekt naar het betaalde voetbal, dan gebeurt er dus inderdaad ook vrij weinig. Omdat daar dan misschien dan de camera's op staan. En juist in die wat lagere recreantencompetities, daar gebeurt nog wel eens het een en ander. En niet alles komt bij ons op tafel, helaas. We vragen de verenigingen van, stuur alles op. Laten we met elkaar daar gewoon eerlijk in zijn. Ga dat niet met een biertje aan de bar nog eens eventjes vergoeilijken met elkaar. Maar hang het aan de hoogste paal en dan treden we op. En wat vind je, zijn in jouw ogen, wat is ontoelaatbaar? Nou, is er meer toegestaan op een voetbalveld dan buiten een voetbalveld? Nou, weet ik niet. Ik ben ook niet zo van de clichés, maar het is wel in feite zo dat wat een scheidsrechter ziet en daartegen optreedt, gewoon binnen de spelregels, dat is dan feiten toelaatbaar. Er gebeurt zo ontzettend veel in het geniep, dat weet ik wel. En eigenlijk moet je vooral als ouder, vooral als leider en als begeleider van zo'n team daar gewoon heel streng in zijn en zeggen van, hey, misschien ziet de scheidsrechter het nu niet, maar wat je nu in het geniep deed, dat is voor mij onacceptabel. Dat betekent al ben je de beste of de topscorer en er is nog 5 minuten te spelen met 0-0, je gaat er nu af, want het is niet langer... Maar zie je dat ooit wel eens gebeuren? Ik zie oprecht om me heen gebeuren dat er nieuwe mensen opstaan die inderdaad hier... tegen ageren en zeggen van hiermee wil ik niet geassocieerd of betrokken zijn. Maar het is nog steeds veel en veel te weinig. Heb jij het idee dat het is toegenomen, het geweld? Of de excessieve. Nou, als je het dan hebt over aantallen. Als KNVB monitoren we natuurlijk precies elke maandag wat er dan weer gebeurd is afgelopen weekend. Om een voorbeeld te geven, ik ben de six manager van Texel tot en met Veenendaal. Dat zijn 460 veldvoetbalverenigingen. Elk weekend 7000 wedstrijden. En dat betekent dat er nu 10 speelronden zijn geweest, 70.000 wedstrijden. En in 110 gevallen is het echt uit de hand gelopen met gestaakt, een scheidsrechter in elkaar geslagen. Maar is dat meer dan vroeger? Nou ja, dat denk ik dus niet. Nee. Oké. Paul, kan jij uitleggen hoe dat geweld op het sportveld, wat er natuurlijk wel degelijk is, dat horen we net ook weer, die 110 gevallen, hoe dat ontstaat? En dan vanuit de psychologische benadering. Ja. Nou, allereerst, de voedingsbodem is gewoon aanwezig. In dat opzicht is het dus opmerkelijk dat het eigenlijk betrekkelijk weinig voorkomt. De voedingsbodem is aanwezig, omdat je praat eigenlijk over een soort stammenstrijd. Eigenlijk is het altijd een strijd geweest tussen groepen en mensen zoeken die strijd ook op. Wat is er dan mooier op zo'n voetbalveld om dat op een legale manier, legitieme manier te doen? Wat je vaak ziet is wat mensen in groepsverband met name waar ze hekel aan hebben is onrechtvaardigheid. En in feite, zodra er is, over het algemeen kunnen mensen nog redelijk tegen hun verlies. En als de andere partij een stuk beter is,
Oké, jij verloren en mensen gaan er redelijk goed mee om. Ook zelfs mensen in de puberteit, het gaat redelijk goed eigenlijk. Maar zodra er iets van onrechtvaardigheid is, hetzij dat de andere partij echt gemeen voetbal bijvoorbeeld, of dat de scheidsrechter echt foute beslissingen neemt, of echt duidelijk partijdig is bijvoorbeeld, ja, dan krijg je heel snel, dan wordt het vuurtje snel aangestoken en krijg je snel dat zo'n groep niet in de hand is te houden. En dat gebeurt dan met name via gedragsbesmetting, dat één persoon die kan zichzelf niet meer zelf reguleren, zoals we dat in vaktermen noemen, en een ander die volgt dat soms dan snel op. Soms corrigeert men elkaar ook, dat zie je soms ook wel in het vak van tribunes. Maar goed, het begint vaak met een kleine, hele kleine groep en dan kan het, dan wordt het een beetje aangestoken. En vooral wanneer supporters elkaar kunnen zien bijvoorbeeld, dan wordt die agressie sneller aangepakt. Sabine, herken jij dit? Dat het vooral de onrechtvaardigheid is wat het geweld aanwakkert? Ja, natuurlijk. Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je in protest. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met je eigen verantwoordelijkheid. Hoe geconcentreerd ga jij een wedstrijd in? Hoe geconcentreerd je bent, hoe meer bewust je bent van je eigen overtredingen, van je eigen spel. Dus jij, als jij geconcentreerder bent, dan ben je sportiever? Ja. Is dat zo, Danielle? Als je geconcentreerder bent, ben je sportiever? Ja, ik denk het wel. Als jij met je taak in de sport bezig bent, ben je dus niet bezig met de randzaken. En dat zijn met het publiek bezig, met de scheidsrechter bezig of met zijn beslissingen. En dat is denk ik dus ook het verschil. Wat je op hoger niveau of op internationaal niveau, daar zijn sporters zich bewuster van hun taak en hun focus. Terwijl op wat lager niveau is die focus er misschien niet altijd, of is die focus juist wel alleen maar op de tegenstander. En dan krijg je dus problemen. Dus en is het inderdaad ook die stammenstrijd die je vaak nog ziet op een voetbalveld? Nou, wat je wel heel duidelijk ziet is dat we een bepaalde categorie verenigingen steeds weer terugkomen op die lijsten. Het is echt de sfeer en de cultuur in zo'n vereniging waarvan we denken dat is niet goed voor het voetbalklimaat. En dat is, geef dat eens aan, wat voor een soort sfeer, wat voor een... Nou, het begint gewoon toch bij een fatsoenlijke ontvangst. Je komt daar met een heel team, kom je aangereden, soms een verre uitwedstrijd, en dan word je niet ontvangen. En hoe handig zou het even zijn geweest om iemand aan de poort te hebben die zegt van welkom en wil je een kop koffie, en dan gaan we zo het wedstrijdsformulier invullen en dan gaan we zo verder. Maar dan word je maar bij de poort naar een oud vies kleedkamerhok gepusht. Ja, en dat is al een beginnetje waarvan je dan eigenlijk zegt van dat is eigenlijk niet een gewenst sociaal klimaat. En over stammengestrijd, ja, er zijn dus wat mij betreft nog net even te veel verenigingen die daar niet aan toe komen om daar goed actie op te ondernemen. Dat het weer gezelliger wordt en socialer. Bij dat soort kleine dingen. En denk je dat het ook meer de stammenstrijd is volgens mij altijd vooral een mannending en minder een vrouwending? Ja, dat is zeker waar. Je hebt de zogenaamde male warrior hypothesis. En dat houdt in dat mannen inderdaad heel bij het minst of geringste die strijd aan willen gaan. Hun speer pakken. Vrouwen dat toch eerder meiden. En hoe kunnen we daar dan wat mee doen? Nou, we gaan enorm ons best doen in ieder geval om de meiden aan de sporten te krijgen, aan het voetballen te krijgen. Maar die voetballen al behoorlijk wat, toch? Nou, nog veel te weinig. We hebben natuurlijk 100.000 meiden, 120.000 gelukkig. Dat zijn er meer dan een paar jaar geleden. We hebben 1 miljoen heren en dat is procentueel helemaal verkeerd. We moeten minimaal naar 50-50 toe. Ik geloof daar ook in. En ik weet zeker, of ik ben ervan overtuigd dat... Ik herhaal maar weer, het sociale klimaat, vooral door de aanwezigheid van vrouwen, van meiden in de kantine, op het clubhuis, in bestuurs en commissies, liefst ook als trainer scheidsrechter, dat een hele grote oplossing kan worden op weg naar beterschap. Jij bij ADO Den Haag gevoetbald. Zijn jullie als vrouwen wel eens gevraagd, joh, gaan jullie nou eens met de harde kern praten als vrouwen om eens te kijken of ze zich niet wat rustiger kunnen gedragen? Het is wel zo dat ik had een vrouwelijke trainster bij ADO Den Haag en die heeft wel met supporters gepraat van joh, hoe beleven jullie het vrouwenvoetbal? We hebben zelfs een keer gehad dat de supporters uitbleven van ja, waar zijn ze dan? Nou, het bleek dat wij dus op trainingskamp met de spelers van Ajax op de foto zijn gegaan. ADO Ajax, dat gaat niet helemaal samen, maar ja, dat, ondanks dat wij vrouwen, ja, wij voetballen wel bij ADO Den Haag omdat dat een kans is. Maar dat werd niet in dank afgenomen door de supporters. En toen? Wat hebben jullie toen gedaan? Nou, de trainster is naar de supporters gegaan van, hey, wat is er aan de hand? En nou, toen bleek dus dat het geval was. Toen heeft de trainster gewoon heel netjes met hun gepraat. En nou, toen kwamen ze weer. En ja, ze blijven achter de vrouwen staan. En ja, met vlaggen, met liederen staan ze toch elke wedstrijd weer zijn ze in het stadion.
En soms ook wel eens, hoe merk je als ze heel agressief zijn? Ga je dan zelf agressief voor voetballen? Ja, dat ligt ook weer hoe mentaal je zelf bent. De ene kan het langs zich heen laten gaan, maar ja, dat heeft met leeftijd te maken, met ervaring te maken. En ja, bij ons in het vrouwenvoetbal heb je ook 16-jarige meiden. Ja. Als je dan in één keer het K-woord constant vanaf de kant wordt geroepen of vanaf de tribunes wordt geroepen, ja, dan word je daar of agressief van of je klapt helemaal dicht. Ja, en daar wordt niet tegen opgetreden dan? Er wordt geen wedstrijd stilgelegd als er met ziektes of wat dan ook wordt gesmeten? Bij ons is er geen stadionspeaker die zegt van jongens, dit kan niet. En bij de mannen wordt dat dus wel min of meer verplicht gesteld als er spreekoren zijn, dat het bestuur van de thuisspelende club het moet omroepen van jongens, dit kan niet. Denk aan sportiviteit en respect. Zou je dat willen, dat dat ook bij het vrouwenvoetbal wordt ingevoerd? Ja, want dan wordt het ook weer een stukje serieus genomen. Want ook wij hebben gevoel en nemen dit mee. Ja. Ja. En Mar Schuringa is hier ook van de KNVB. Waarom is daar nog een onderscheid in? Dat beleid er nog niet is dat je ook bij het vrouwenvoetbal wat aan spreekoren doet? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik hou me vooral bezig met het amateurvoetbal. Maar jullie zijn vallen nog onder amateur, of niet? Ja, qua regels. Toch? Ja. Ja. Dus bij amateurvoetbal is die... Nee, daar zouden we geen uitspraak over kunnen doen. Maar het lijkt me heel logisch dat op dezelfde manier zou moeten gebeuren. Want waarom zou daar onderscheid tussen zijn? Dat is en heel is vreemd. Hoe is het op amateurniveau geregeld? Met spreekkoren of met agressiviteit van het publiek? Dat is per vereniging eigenlijk verschillend hoe die ermee omgaan. Het is eigenlijk het bestuur van de vereniging die daar actie op moet ondernemen. En daarnaast heb je natuurlijk de scheidsrechter die op een bepaald moment kan besluiten om de wedstrijd stil te leggen. Zou het niet ook wat zijn om vanuit de KNVB daar hele strikte richtlijnen voor te geven? Wat wel al in het profvoetbal zo is, dat het niet meer alleen bij een club ligt of bij een scheidsrechter. We zijn erover bezig om te kijken welke maatregelen we allemaal kunnen nemen. Maar vooral ook, zoals Guus al zei, vooral kijken naar preventie. Ja. Omdat we denken dat we daar dus het meeste resultaat uiteindelijk kunnen behalen. Maar dat vergt dus heel veel inspanning en tijd. Het is een langdurig proces. En daar zijn we mee gestart. Maar ja, dat zie je nog niet 1, 2, 3 natuurlijk terug op de velden. Ja, een van de dingen, Paul, wat heel belangrijk, dankjewel. Wat belangrijk is de zelfbeheersing. En daar heb jij ook een duidelijke analyse over wat je al moet doen bij kinderen. Hoe je kan werken aan zelfbeheersing. Nou, wat heel interessant is aan die zelfregulatie, zoals het heet, zelfbeheersing. Mensen verschillen daar heel erg in. En dat begint al heel vroeg. Als je de zogenaamde marshmallow-taak houdt in dat bij kinderen werd al gekeken naar... Stel nou dat je één marshmallow hebt en je mag hem niet eten. Ja. En voor een tijdje, dan krijg je een tweede. Is een kind daartoe in staat? En nou, dat bleek dat sommige kinderen daartoe heel goed in staat zijn, andere kinderen niet. En het toeval wou dat al die kinderen, die werden ouder en ouder, die werden op een gegeven moment mijn leeftijd, 50 en ouder. En toen werd het gekeken naar welke kinderen zijn nou succesvol in het leven, goed in het werk, zijn niet verslaafd bijvoorbeeld, hebben geen alcoholprobleem. Wat bleek toen? Dat die marshmallow-taak voorspellend was ten aanzien van allerlei zaken later in het leven. Dus in feite gaat het erom dat uitstel van beloning, dat je als je daartoe in staat bent, en dat speelt op het voetbalveld dus ook is heel belangrijk, dat je af en toe tot 10 telt, ook als voetballer. Wat ik heel opmerkelijk vind is dat sommige voetballers bijvoorbeeld al in het begin van een wedstrijd een hele scherpe overtreding maken op het midden van het veld. En dan een gele kaart bijvoorbeeld krijgen. Dat is heel slecht. Het is een duidelijk teken van dat je jezelf niet in de hand hebt. Dat er iets is van een agressie. Want je doet niet alleen jezelf tekort, maar ook het team. Als je in het begin al zo'n gele kaart of zelfs een rode kaart soms krijgt. Terwijl het helemaal niet nodig is, hè, in zo'n geval. Dus je ziet dat die zelfbeheersing in de voetbalwereld bij de spelers, maar ook bij het publiek, dus soms dat daar aan schort. En dat mensen dus, met name de spelers, daar zou ik mee beginnen, dat die tot 10 moeten tellen. Voordat ze zeg maar weer tot een tegenactie overgaan. Maar wat kan je bij ze toepassen werkelijk om die zelfbeheersing te trainen? Nou, ik zou bijvoorbeeld het verhaal wat ik net aan dacht was, een scheidsrechter, wat kan die bijvoorbeeld doen om ervoor te zorgen dat de sfeer prettig blijft? Wat ik heel verstandig zou vinden vanuit de KNVB is dat de scheidsrechter vooraf contact zoekt met de grensrechters. Vooral in het amateurvoetbal. Dat er gewoon even een praatje... Maar dat gebeurt toch wel, denk ik?
Dat gebeurt inderdaad te weinig. En we denken dat daar juist inderdaad winst te behalen valt. Omdat structureel eigenlijk aan de vereniging en de scheidsrechters te vragen om dat te doen voor de wedstrijd. Want het is gewoon het menselijk contact voordat de wedstrijd begint. En dat geldt zowel ook voor spelers en aanvoerders. Dat maakt gewoon dat je elkaar kent. En, of kent. Nou ja, in ieder geval kennis hebt gemaakt. Maar dat het niet dus een anoniem iets wordt. En als er dan wat gebeurt op het veld, dan heb je een minder gouden kans dat het meteen met agressie gepaard gaat. Precies, dit is iets heel kleins. In feite wat er gebeurt, psychologisch gezien, is dat je een heel klein beetje vertrouwen opbouwt. Ja. De scheidsrechter wordt minder snel gewantrouwd en beticht van partijdigheid, omdat je even een praatje met hem hebt gemaakt. Danielle, eerst bij jou. Agressie in het waterpolo. Volgens mij is het een sport waar onder water, wat wij niet kunnen zien, ontzettend veel gebeurt. Ja, dat klopt. Is dat agressie? Hoort dat bij het spel? Nou, het is juist geen agressie. Oké, leg uit. Ja. Nou ja, waterpolo is gewoon is een contactsport. En het is dus daar juist de kunst om jezelf te beheersen. Om een sportief een duel aan te gaan. Of om ja, datgene te doen wat de spelregels toelaten. En het ziet er altijd heel gevaarlijk uit. Of onder water. Of voor de scheidsrechter ook wel eens moeilijk te beoordelen. Maar het valt over het algemeen best wel mee. En ik denk dat dat komt omdat de scheidsrechter hele duidelijke regels en heeft. En ook de grenzen goed kan stellen. Denk jij duidelijker dan misschien in andere sporten? Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt ook denk ik omdat de respect voor waterpolo scheidsrechters is gewoon heel groot. Hoe komt dat? Heb je dat vanaf jongs af aan geleerd? Ook, maar je leert ook gewoon als je zeg maar hey joh of joh scheids, dan kun je er voor waterpolo uitgestuurd worden. Ja. Nou ja, als je dan leert dat je je mond moet houden, dan leer je incasseren. Want ja, ook al neemt je een beslissing die in jouw ogen niet goed is, dan heb je daarmee om te gaan. Maar dat je hebt dus vanaf kind af aan geleerd. Ik weet dat ik vroeger inderdaad op het hockeyveld bij mijn vriendinnetjes dat zag. Als ze al naar de scheidsrechter wezen, dan werd je eruit gestuurd. En ik kon gewoon, blinde zag je het niet roepen als kind tegen de scheids met voetbal. Nou ja, dat deed ik niet, maar dat kon je doen. Dat is prima, er werd nooit gefloten. Nee, dat wordt dus niet getolereerd in het waterpolo. Dat geldt ook voor het publiek. Kijk, de aantallen zijn natuurlijk wat kleiner dan bij de voetbal. Maar de scheidsrechter kan ook een deel van het publiek wegsturen als hij zich bedreigd of onheus bejegend voelt. En dat zorgt ook weer voor een beter sportklimaat op dat moment. Zou je dat willen? Zou je dat idealiter willen hebben bij voetbal ook? Wat precies? Nou, dat je niet meer tegen, als je zegt, hey joh, scheids, dat je dan al als kind eruit gestuurd wordt. Ik zat gisteravond iets later dan nu op de NES bij de ITVA. Daar was een film, een documentaire over Men in Black. Ja. Nou, dat was zelfs voor iemand die zo diep in de voetballerij werkt, zo ontzettend confronterend. Daar zijn 3 scheidsrechters gevolgd. En eigenlijk is van, hey Klojo, dat was misschien nog veel minder erg, of klootzak, noem het maar. Dan dat hele filijnen, dat hele geniepige langs een scheidsrechter heen lopen. En van, zie je het nou wel een keer? Mm. En je ziet die man in zijn, het is een solist, het is een eenling. Dus terug in die kleedkamer is hij dan ook gefilmd. En daar zit dan echt een hoopje mens. Van, is dit nou mijn hobby? Is dit nou leuk? Ik moet zeggen, we gaan nu dat nieuwe programma in met het ministerie. Op weg naar een veiliger sportklimaat. We onderscheiden 3 doelgroepen. Natuurlijk de trainer-coaches, die dus heel direct hun rol hebben om een speler in de hand te houden. De heren en mevrouw bestuursleden van verenigingen, om de beleids- en de cultuur daarin voor de hele vereniging te. Ja, maar vooral ook de scheidsrechters, dat is die derde pijler. Daarvan zeggen we van het imago van de scheidsrechter, de rol van de scheidsrechter moet zo ontzettend omhoog komen. Dat moet weer een eervolle job zijn. Dat moet eigenlijk met z'n 23 maak je zo'n wedstrijd. Of je telt er ook nog de 2 assistentscheidsrechters bij de grensrechters. En dan moet je elkaar dus aankijken en zeggen van, hoe maken wij nu met elkaar het een fijne middag? En dan is dat niet meer die eenling, maar dan sta je dus voor elkaar in. Jolanda Barend? Nou, mag ik even iets vragen? Ik mis daarin nog de voetballers zelf. Maar naast je zit Jolanda Barend van VWS. Sorry, ik ga even. Jolanda. Hallo. Hij mist de voetballers in dit verhaal. Je hebt het over het verhaal van wat recent naar de Kamer is gestuurd door de minister Schippers. Die heeft eigenlijk op de dag dat ze minister werd, werd ze heel veel aangesproken over het geweld op de sportvelden. Toen heeft zij gedacht, nou dat wil ik een van mijn actiepunten maken. Dus ze heeft recent, al in april trouwens, een plan naar de Kamer gestuurd. Maar recent heeft ze een uitwerking daarvan naar de Kamer gestuurd. En eigenlijk focust zich natuurlijk ook op de sporter zelf.
Maar wat Guus zegt is ook weer, de KNVB is daar een grote partner in. Wat ook door bijvoorbeeld focussen op de trainer en de coaches. Die leiden namelijk weer de kinderen op. Die trainen de kinderen. Dus zet niet alleen op de sportregels. Van hoe moet je een bal schieten, hoe moet je een bal gooien. Nee, leer ze ook wat normaal gedrag is. En spreek ook indien nodig de ouders erop aan. Want er zal ook ingezet worden op de ouders. Want vaak gaat het daar ook mis. Het gescheld langs de lijn. Nou, dat zou ook veel minder kunnen. Beantwoord dit ook jouw vraag, waar zijn de sporters? Pingpongen jullie anders even. Ja, nee, nou, voor een deel natuurlijk wel. De sporters moeten Stel daarin... je nog even voor de mensen die het niet weten. Je was Jeroen Straathof, voorzitter van de atletencommissie van NOC-NSF. Dus ik ben ook wel benieuwd waar dan hoe we de sporters daarin beter kunnen opvoeden. Dat gebeurt via coaches en via trainers. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat je een aantal rolmodellen als voetballers in dat project zou kunnen meenemen om... Nou ja, wijs elkaar erop dat het anders moet. Ja, nou Sabine van de Stichting Meer dan Voetbal. Misschien kan je ook even uitleggen wat de Stichting Meer dan Voetbal van de KNVB is. En in hoeverre jullie dus ook al voetballers gebruiken daarin. Nou, de Stichting Meer dan Voetbal is opgericht vanuit de KNVB en betaalde voetbal. Om voetbal in te zetten voor de sterke samenleving. Daarin stimuleren wij betaald voetbal en amateurvoetbal om voetbal... inzet voor andere doeleinden. Dus mensen hebben nu het beeld van de grotere salarissen, de verliezen bij de club. Maar wij proberen voetbal ook op een andere manier te gebruiken. En daar worden ook sporters dus ingezet, zoals Scoren voor Gezondheid, waarin de spelers aan scholieren vertellen van hoe moet je gezond leven. Krijgen ze 20 weken lang een voedingsschema mee. Dus in dat opzicht proberen wij die sporters daar ook in te zetten. Ook in dit geval? In het geval van geweld op en rond het veld? Ja, dat is in samenwerking met de KNVB is er een programma Sportiviteit en Respect opgesteld. Omdat, hoe kunnen wij voetbal anders, als het voetbal niet gezond is, hoe kunnen wij voetbal dan voor een sterke samenleving gebruiken? Dus dat is een programma waarin ze alle doelgroepen, dus ook spelers, trainers, coaches, bestuur, supporters, bewust laten worden van hun gedrag. En ook zorgen dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag. En hebben jullie daar ook, wat Jeroen zegt, dus profvoetballers zeg maar als soort van ambassadeurs in dat specifieke gedeelte? Bij verschillende trajecten worden die inderdaad ingezet. En het is ook zo, ja, betaalde voetbal, dat zie je op tv. En een kleine overtreding, als je dat inzoomt, ja, dan lijkt het vaak erger dan dat het is. Terwijl in het betaalde voetbal is er minder agressie dan in het amateurvoetbal. Jolanda Baat, je wilde nog reageren? Ja, ik wil daar nog wel even op ingaan. Ook om even terug te komen op het verhaal van de rolmodellen. Ook in het actieplan is een van de punten is dat er 9 welbekende sporters als ambassadeur gaan optreden. Vanuit de KNVB zijn dat er 3. Dat is de voorzitter Michael van Praag. Dat is Daphne Koster, de aanvoerster van het Nederlands vrouwenelftal. En dat is Kevin Blom. Mag ik meteen interrumperen? Ja. Waarom moet het een vrouw, een scheidsrechter en een voorzitter zijn en niet een profvoetballer? Waarom is het niet de aanvoerder van de mannen van Oranje? Dat hadden we eerlijk gezegd graag gewild. Maar daar zegt de KNVB... De KNVB zegt dat ze geprobeerd hebben om een van de mannen te regelen. Zeggen daarbij nee, dat ook, geloof ik ook wel, maar dat is wel jammer. De mannen niet aan een touwtje. Hè? En, want dat ja, is, het kan zijn, ik me het mag, zijn mag, deze... mag één ding? Okay, dat, ik kan me voorstellen dat voor de KNVB dan toch ook... dat je graag nog dan ook Mark van Bommel in dat rijtje had willen hebben. Oh. Niet dat de anderen geen mooi rijtje al vormen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat dat misschien aardig zou zijn voor... veel mensen, maar ik eerlijk gezegd zelf hecht ik daar niet zo heel veel aan. Ik denk dat we heel veel meer werk te doen hebben met in de praktijk, bij die verenigingen, bij al die amateursporters waar het om gaat, aan de slag te gaan. En dat is binnen de vereniging en dat is op het lokale niveau. En dan is het goed om wel iets van rolmodellen te hebben. Maar of dat nou Mark van Bommel is of Michael van Praag of Kevin Blom, ik weet het niet. Of dat nou zo ontzettend veel uitmaakt voor wat er wekelijks op de velden gebeurt. Wat denken jullie? Over het algemeen zal het beste rolmodel zal iemand zijn die geïdealiseerd wordt als voetballer. Hè? Dus Mark van Bommel zou op zich best een heel goed voorbeeld zijn. Ja, hij is de aanvoerder van de mannen, dus daarom pik ik hem. Ja. Het mag ook Wesley Sneijder zijn. Maar... Nee, maar ik denk inderdaad dat voetballen dat nog wat dichter bij je belevingswereld zit. Hoe beter. Wou jij nog iets zeggen? Of... Nee, we kunnen ook...
Ja, nou ja, ik hoef niet steeds het woord. Maar het plan is natuurlijk breder dan alleen maar op die sport. Het gaat dus ook om coaches. Het gaat ook om de scheidsrechters. Bestuurders, maar het toch? Gaat ook om sportbestuurders. Ja. En dat zou misschien een mooie aanvulling kunnen zijn. Dat je hebt natuurlijk sportbestuurders op landelijk niveau, regionaal niveau, maar ook op lokaal niveau. Dat ook binnen verenigingen en clubs er rolmodellen zouden kunnen zijn. Het hoeft niet altijd een landelijke bekendheid te zijn, hè? En als de sportbestuurders maar zeg maar goed opgevoed worden, die zien de clubs, die kennen de mensen op de club. En als zij het goede voorbeeld geven, ook anderen durven aan te spreken, dan denk ik, dan ben je al een heel stap verder. Dus dit zijn even de rolmodellen die ik 3 van de 9 noemde, die gewoon landelijk het gezicht worden van het programma. Maar in het actieplan zit ook nog veel meer van mogelijk andere nationale ploegen die ook rolmodel worden en dan doorvertaald tot en met het lokaal niveau. Dus... Nou, mag ik dan met je delen dat het afgelopen dinsdagavond zo'n succes was? We zijn dus echt met de vereniging in Amsterdam, de gemeente Amsterdam, met de projectleider Mark Niepjes, in contact met de 65 Amsterdamse veldvoetbalverenigingen. Daarvan hebben afgelopen dinsdagavond 45 verenigingen gezegd, we zetten nu een handtekening, want we gaan samenwerken. En we laten juist vanuit onze intrinsieke motivatie, vanuit onszelf, de kracht vanuit onszelf, gaan ontstaan dat het weer veilig wordt, dat het leuk wordt met elkaar. Dennis Schebbink zit daar nog, die heeft afgebeld. Hij zegt, Guus, ik kan er niet bij zijn dinsdagavond, maar ik ga het tekenen. Want juist ook Stichting Only Friends hoort gewoon daar in dat rijtje te staan. Dennis Schebbink, even voor de mensen die het niet weten. Oprichter, bedenker, grote brein achter Only Friends, een sportclub voor... kinderen met een handicap, een beperking, op allerlei manieren. Een fantastische vereniging. Dennis, wat kan jullie rol hier zijn? Want jullie spelen ook heel vaak juist tegen valide verenigingen. Dat zijn vaak mooie confrontaties. Wat voor rol kunnen jullie in dit geheel nog spelen? Ja, zeker ook een stukje bewustwording van sportiviteit, sportief gedrag. Hè. Als je, de stammenstrijd is eigenlijk al een beetje weg al. Ik ga van tevoren de kleedkamer in vertellen tegen jongens. Jongens, jullie spelen met een kindje met een rollator. Of een jongetje met Downs dan wat misschien wel de hele wedstrijd hand in hand moet. Tuurlijk is het voetbalsport, maar probeer ook eens met respect naar je tegenstander te kijken. Probeer en dat elkaar is bijna altijd, gaat toch altijd goed? Het gaat altijd goed. Je moet het wel even goed uitleggen van tevoren. Ja. En, want het is eventjes, we willen winnen en we willen niet verliezen. Maar ik neem heel snel weg van jongens, het gaat vandaag om de voetbalsport, om plezier. Winst is even niet belangrijk, maar probeer elkaar op te voeden, probeer elkaar te helpen. En ja, er ontstaan hele mooie dingen uit. En jouw zoon bijvoorbeeld, ik denk dat even, want zo ben je begonnen. Mairem heeft... nou ja, ook een beperking, waardoor, maar die zit in het Nederlands CP-elftal ook. Dat zou ook een rolmodel in dat op zich kunnen zijn. Ik denk niet dat Mairen ooit iemand uitgescholden heeft. Die is al blij dat hij kan voetballen. Ja, zeker. Maar Mairen is met zijn beperking wel een topsporter, weet je wel. Maar ik hoorde Guus ook al zeggen, kader is heel belangrijk. Ik denk dat het bij OnlyFans ook heel belangrijk is. We hadden laatst een stagiair en die hebben een gesprek gehad en die vond het zoveel moeilijker om op een gewone school les te geven dan bij Only Friends. Want zij zei, bij Only Friends is zoveel kader en dat doe ik bewust, want ik heb natuurlijk kindjes met ADHD, PDD en NOS. Dus wat doen wij? We geven heel strak regels aan. 1 keer schelden, ben ik klaar mee, dat gebeurt niet. En wat ik wel zie in het amateurvoetbal, dat er wel dingen gebeuren, maar omdat het de topscorer is, dat hij volgende week toch weer mee mag spelen. Mm. En wij zeggen heel duidelijk, nee, dit is ons gedrag, kameraadschap, respect, begrip, zo willen wij voetballen. En dat leven we na. Ja, prachtige vereniging. We gaan even iets anders doen. We gaan wat wil je het noemen, Paul? Een test. Even kijken hoe het met jullie zelfbeheersing gesteld is. Ja, als jullie het goed vinden. Test klinkt heel, heel formeel. Maar het is een soort, bekijk het als iets grappigs tussendoor. U ziet hier een zogenaamd diagnostisch spel. En stel dat u nou met... een diagnostisch spel. Komt er eigenlijk op neer dat je een keuze moet maken tussen A, B en C. Als je A kiest, dan krijgt iemand anders, en dat is een willekeurige ander die je nog nooit hebt ontmoet, die krijgt dan 480, jij krijgt 480 punten en die ander krijgt 80 punten. En die punten, dat is iets dat wordt van gezegd, dat is waardevol voor jezelf en voor de ander. Hoe meer je ervan krijgt, hoe beter voor jezelf. Hoe meer de ander ervan krijgt, hoe beter voor de ander. Bij optie B krijg jij 540 en de ander krijgt 280. Bij optie C krijg jij 480 en de ander krijgt ook 480. Wie kiest hier optie C? Mag ik de handen zien? Oké, dat is ongeveer 50%. Optie B. Oké, ongeveer 25-30%. Optie A. Ongeveer 10-15%. Nou, mag ik de volgende sheet? Je houdt het niet voor mogelijk. Dit is precies wat we zien, echt waar, bij het onderzoek.
bij psychologie-studenten op de VU, bij nationale steekproeven van NIPO, in Amerika, verschillende universiteiten. Eigenlijk in elk land zien we dezelfde verdeling ongeveer terug. En dat, dit is de verdeling. We noemen de eerste groep prosociale. Die willen over het algemeen, die kozen optie C. Dat is dus de 50% mensen, zeg maar, die dat ongeveer doen. En die willen gelijkheid zoveel mogelijk nastreven. En dat je gezamenlijk zoveel mogelijk krijgt. Die individualisten, dat is een soort eufemisme voor egoïsme. Ik hoop dat ik niemand beledig. maar die mensen die zijn razendsnel. Die kijken alleen maar naar de bovenste rij. En die zien van, ja, ik krijg 540. Dat is het meest voor mezelf. Dus ik kies gewoon B. Heel duidelijk. En de laatste groep is super interessant. Competitieven. Hier zit niet competitie in het spel direct. Maar die mensen zoeken het in zekere zin op. Ze willen gewoon meer hebben dan de ander. En als je nog heel goed, heel veel fijner kijkt, dan blijkt eigenlijk dat dat motief competitie bestaat heel vaak uit niet alleen meer willen hebben dan een ander, maar vooral niet minder willen hebben dan een ander. Daar gaat heel een sterk motief van uit. Nou, wat blijkt nou, toen ik hier, schrik niet, 25 jaar geleden mee begon, toen dacht ik van, ja, ik weet niet of dit wel gaat werken, dit testje. Nou, we zijn nu 25 jaar verder. Wat zijn al, nou, we zien dat prosociale mensen die verwachten veel meer coöperatief gedrag van anderen in allerlei taken waar ze geld moeten geven aan anderen. Ze doneren meer aan goede doelen. Prosociale liegen minder snel. Prosociale zijn meer opofferingsbereid in relaties. Die individualisten. Ik zie een aantal mensen een beetje boos kijken, ja, inmiddels maar, in de zaal. Wacht even, ik heb straks voor iedereen goed nieuws. Let op. Maar prosociale die zijn meer opofferingsbereid. Maar het grappige is dat individualisten, de egoïsten, die doen het ook. Maar alleen als ze zich heel erg afhankelijk voelen van hun partner. Anders niet. En de competitieve, homa. En prosociale, niet op foto's overigens, maar wanneer ze in actie zijn, dan glimlachen ze meer dan die individualisten en competitieve mensen. Dus waarschijnlijk gaat er onbewust toch een signaal van wie je eigenlijk bent uit naar andere mensen. En dat is een super interessant thema voor onderzoek. Nou, wat is nu heel erg interessant, wat we een tijdje geleden, 15 jaar geleden hebben ontdekt, was het volgende. Die prosociale mensen, die verschillen van individualisten en competitieven. En we hebben gekeken met hele grote steekproeven en wat bleek, prosociale mensen, die hebben over het algemeen meer zussen dan individualisten en competitieven. Aantal broers maakt niet uit, het is het aantal zussen dat het hem doet. Destijds heb ik een goede collega van mij ge-e-maild van, god, ik was zo blij met het resultaat, schitterende bevinding, et cetera. Gewoon moet je toch eens luisteren, wat mooi. En hij zei van, ja, dat is inderdaad hartstikke mooi. En ik wist ook dat hij 4 zussen had, of heeft. En hij zei van, ja Paul, ik wist wel, ik ben veel coöperatiever dan jij bent. Hetgeen natuurlijk een heel competitieve opmerking is. Maar goed, het aantal zussen doet dus, kan dus wonderen doen. Het blijkt overigens ook dat het aantal zussen voorspellend is voor hoeveel mannen doen in het huishouden. Dus het heeft meer, het heeft bredere implicaties. De volgende sheet misschien. Het grappige is, het komt nog goed. En in ieder geval tot je 65ste. Wat bleek in ieder geval uit wat we noemen cross-sectioneel onderzoek. We gaan gewoon kijken naar allerlei mensen die verschillen in leeftijd. We hebben die mensen niet gevolgd gedurende hun leven. Maar als je kijkt naar die mensen, dan blijkt tot 65 blijkt er een hele duidelijke stijging in prosociale oriëntatie. En een afname in individualisme en competitie. Dus dat is eigenlijk heel grappig om dat te zien. Het is wel een addertje onder het gras. Mensen die 65 zijn of ouder, dan neemt dat egoïsme, noem ik het maar eventjes, steekt zijn kop weer op. Dus het is altijd toch weer oppassen op het laatste in je leven met wie je te maken hebt, hè. Maar goed, dit is dus super interessant. En we doen dit ook bij sporters. We willen dit ook doen bij toeschouwers. En eens kijken, de kans is groot. Ik zeg niet dat het zo is. De kans is groot dat competitieven zich, met name competitieven, net wat minder zelfbeheersing kunnen vertonen in sommige situaties. Vooral als je gevoelig bent voor competitie. Hetgeen trouwens super functioneel is in tal van situaties. Je bent je al aan het indekken. Gaan voor die bananen, et cetera. Die motivatie zal heel sterk aanwezig zijn. Maar af en toe zullen die competitieve mensen waarschijnlijk toch eerder onnodig een tik uitdelen waarschijnlijk dan een prosociaal persoon die toch even afwacht. Van de andere kant, prosocialen zijn zo gevoelig voor gelijkheid dat als die ander een norm overtreedt, vatten ze dat heel emotioneel en persoonlijk op. Terwijl individualisten, die gaan daar heel cool mee om. Individualisten zijn vaak ook meer economisch georiënteerd. Economiestudenten zijn ook vaak veel individualistischer dan psychologiestudenten. Het grappige is dat economiestudenten, dat daar de meerderheid individualisten zijn. Terwijl dat voor alle andere studierichtingen geldt dat niet. Dus zeer opmerkelijk.
Ik geloof dat ik hiermee al heel veel heb gezegd. Nou ja, nee. En ik denk dat er allerlei vragen zijn. Nee, maar als we dit nou gaan vertalen naar waar we het vandaag over hebben. Wat kunnen we dan met deze onderzoeksresultaten, los van dat we weten, nou, de competitief is de kans iets groter dat ze een klap uitdelen. Maar wat kunnen we met deze wetenschap dan doen? Nou, het grappige is dat ik heb het vermoeden, ja, en zelfs een heel klein beetje aanwijzingen, dat in de echte topsport dat competitie een grotere rol speelt. Dat, ja, meer competitieve mensen aanwezig zijn in de echte topsport. Hmm. Nou, dan moet je eigenlijk de taal van competitieve mensen leren kennen. Wil je die mensen optimaal managen? Bijvoorbeeld wat ik net noemde. Ik vind dus echt dat een goede voetballer, Mark Looms van Heracles, ik ben een Heracles-fan, die zie je af en toe eens op middenveld een overtreding maken, ja, en een gele kaart krijgen. Ja. En dan denk ik, waarom doe je dat nou? Dat is duidelijk een gebrek aan zelfbeheersing. Je doet jezelf tekort door die competitieve, min of meer agressieve, vergeldende instelling. En daar kun je dus als manager, als trainer, als coach, kun je daar heel veel aan doen. Door heel duidelijk te zeggen, jongens, ik wil dat niet meer weer zien dat je zoiets doet. En verbind er eventueel straf aan. Maar in ieder geval, maak dat duidelijk en bespreekbaar. Dat is een heel belangrijk iets. En spreek de taal van de competitieven. Hebben jullie coaches, zeggen ze dat soort dingen wel eens? In het verleden of nu? Ja, wel heel duidelijk. Er wordt heel duidelijk gesteld wat ze van je verwachten, wat je wel mag doen en wat je niet mag doen. En dus consequenties ook? Ben jij wel eens door je coach eruit uit het water getrokken omdat je iets deed wat niet mocht? Nee, want ja, ik denk, ja, het is altijd moeilijk om over jezelf te praten, maar dat ik een goede beheersing heb en een goed incassatievermogen. Maar ik denk, ik heb het wel zien gebeuren. Kom er maar uit en je komt er ook niet meer in. Want het zint niet. Ook op het hoogste niveau? Ja, we hebben dit jaar 1 keer tot nu toe op het voetbal. Alex Pastoor bij NEC, die is er door sommigen om verguisd. Omdat hij zogenaamd eens even de beide hand de coach wilde uithangen. Maar die wisselde zijn speler nadat hij een achtelijke overtreding maakte. Maar dat gebeurt ook op het hoogste niveau in waterpolo? Ja, maar dat vind ik. Ja, ik snap niet waarom die verguisd wordt als die jongen zich meerdere keren niet aan de regels houdt. Of in ons geval meteen bij de eerste keer. Ja, nou ja, als je daar afspraken over gemaakt hebt, dan is de afspraak helder en dan kun je vertrekken. En dat is dan ook weer het rolmodel. Hij laat wel zien dat het kan. Dat je een speler die in de basis hoort er gewoon naast kan zetten omdat hij zich niet gedraagt. Er waren net allemaal vragen vanuit de zaal of opmerkingen. Ja, ik had een vraag. Ja, praat maar. Oké. Okay. Ja. Ik vroeg me af, omdat u het net had over de sociale interacties eigenlijk binnen een team. Is er nou een verschil tussen teams die vaak in conflict komen met andere teams, zeg maar, zijn er dan meer individualisten of meer competitieve mensen? Kan je dat zo zeggen? Of nee, dat is een hele. Is die balans, zeg maar, niet? Eigenlijk is dit een heel super interessant thema. De wat we lijken te zien, ik zal een beetje voorzichtig zijn als een echt voorzichtige wetenschapper, maar wat erop lijkt is dat die prosociale, die kunnen zich soms heel snel verplaatsen in het groepsbelang. En soms is de prosociale persoon zodanig prosociaal dat hij weer agressief wordt richting de andere partij. Omdat hij zodanig opgaat in dat groepsbelang. Een goede soldaat, bij wijze van spreken, die doet dat voor het land. En de prosociale die kunnen soms diezelfde instelling hebben. Maar dat betekent soms dat er soms dat een nadelige kant kan hebben. Maar dat is super interessant. Maar ook daarmee kun je via taal kun je waarschijnlijk wel iets betekenen. Je kunt mensen daarop aanspreken. Maar goed, dit is inderdaad een heel interessant thema eigenlijk voor nader onderzoek voor een deel. Maar die prosocialen zijn sterk groepsgericht, op een eigen groep gericht. U wou ook nog wat zeggen? Mag u ook nog wat zeggen? Ja, want Peter Beek van de faculteit, ja, Bewegingswetenschappen van de VU. Wat ik zat te denken de hele tijd is die oude slogan van het verschil tussen rugbyers en voetballers. Hè? Dus rugby is een sport for Turks played by gentlemen en voetbal is een sport for gentlemen played by Turks. Wat suggereert dat er een cultuurverschil is. Nou, we hebben nu veel gehoord over individuele verschillen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Want als er echt zoiets als een cultuurverschil bestaat. Want die lui zijn allemaal even competitief, ook in dat rugby. Alleen, ze zijn gentlemen in het veld. Er zijn maar weinig overtredingen. Danielle dat wel al een beetje net uitgelegd. Dat er een cultuurverschil is met het waterpolo. Van als je als kind wat zei, dat was zo'n duidelijk. Ja. Ja, maar goed, dan vraag ik me af of de interventies die erg op het individu nu gefocust zijn, of die gaan helpen voor die cultuurverschillen. Dat is eigenlijk de achtergrond van mijn vraag. Wil een van jullie daarop reageren? Nou, ik wil wel iets over zeggen. Wat ik heel opmerkelijk vind, en daarom verbaasde mij ook niet, de amateurvoetbal meer agressie oproept dan profvoetbal, is dat de regels daar
nog moeilijk, het is nog moeilijker voor een scheidsrechter en voor grensrechters om goed en op een heel onpartijdige wijze zo'n wedstrijd te leiden. Dus er is heel snel een meningsverschil. En dat is bij voetbal denk ik meer het geval dan bij waterpolo, dan bij rugby bijvoorbeeld. En ik denk dat maakt het vuurtje altijd van agressie, wordt daarmee aangewakkerd. Ja, het heeft echt twee kanten. Hè. Dat zero tolerance, daar zijn we dus zelf nu ook van, hebben we ook van gezegd van we accepteren het niet langer. We gaan vanaf nu uit van de hoogste straf. Als er nu sprake is van een excess, dan staat echt een speler voor 10 jaar buitenspel. Als hij dus echt iemand zijn neus breekt of anderszins. Collectieve vechtpartijen betekent gewoon meteen, het hele team speelt de rest van het seizoen niet meer. Gewoon, dan kun je bijvoorbeeld als rechter middenvelder er helemaal niets mee te maken hebben wat er op linksbuiten gebeurt met 6 andere spelers. Maar helaas word je dan toch collectief betrokken en ook daarvoor gestraft. Dat is dan de correctieve kant, dat zero tolerance. En daar is ook gewoon een enorme hang naar. Daar hebben de verenigingen ook ons om gevraagd. Toch zetten we daar tegenover inderdaad wel echt die preventieve kant. Die cultuur, die sfeerkant bij de vereniging. Wat doen we dus wel met elkaar, wat doen we niet met elkaar? Met die 45 Amsterdamse verenigingen hebben we dus echt nu een plan in de maak. Dat ligt er op 1 januari op elke vereniging eigenlijk toegespitst. Hoe gaan jullie komend seizoen met je trainers praten, met je scheidsrechters praten, met je leden praten? Ga je rituelen invoeren, zoals bijvoorbeeld in de Champions League, dat je elkaar gewoon even nog eens even extra een hand geeft. Ga je op donderdagavond de trainer van de tegenpartij bellen, omdat je weet, een half jaar geleden bij de uitwedstrijd is het volkomen uit de hand gelopen. Gaan we dus nogmaals bij de poort alvast de scheidsrechter opvangen om hem welkom te heten of haar welkom te heten en te zeggen, we maken er vandaag een hele mooie pot voetbal van. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid. Nou, en ik heb daar veel vertrouwen in dat die Amsterdamse verenigingsbestuurders nu echt dan op gaan staan en eigenlijk zelf de superpromoter zijn van sportiviteit en respect. Beantwoord dat uw vraag? Ja. We gaan door, want ik wil zo direct de aanbevelingen eigenlijk die in de charter komen met jullie gaan doornemen. Maar eerst, er is ook een wedstrijd, dat heb ik vorige keer ook al verteld. VU Connect organiseert een wedstrijd met maatschappelijke initiatieven met een geïntegreerde visie op sport. Die met een geïnteresseerde visie op sport een maatschappelijk probleem aanpakken. Jij bent een van degenen van de initiatieven die zeg maar genomineerd zijn voor dit komend jaar. Met jouw project dus Meer dan Voetbal. Nou, jij hebt al uitgelegd wat dat is. Ik weet niet of je nog iets anders over kwijt wil. Nou, het is wel gebleken dat we zijn de afgelopen jaren bezig geweest dus om het betaalde voetbal echt te stimuleren. Nou, dat heeft amateurvoetbal heeft dat al overgenomen en zijn zelf ook met maatschappelijke projecten bezig. En om daar meer bekendheid aan te geven, willen wij daar nu meer aandacht aan besteden door een campagne te gaan voeren, door een nieuwe website te creëren waar alle maatschappelijke projecten en initiatieven op staan, zodat mensen niet alleen voetbal zien, maar ook echte maatschappelijke projecten. Nou, jullie zijn dus genomineerd, gefeliciteerd. Er is een ander genomineerd project volgens mij hier aanwezig. En dat is het project Doelbewust. Als het goed is, zit Peter van Mastwijk in de zaal. Ja, Peter van Mastwijk, misschien kan je heel kort even uitleggen wat het maatschappelijke project is wat jullie doen. Ik werk voor de gemeente Den Bosch en voor FC Den Bosch als veiligheidscoördinator. De gemeente Den Bosch is een fantastisch mooie stad, maar met een aantal aandachtswijken daaromheen waar behoorlijk wat problemen zijn. Waar jongens rondlopen die al een verleden hebben bij een voetbalclub en dat verleden noodgedwongen of beter gezegd gedwongen hebben moeten afsluiten. Die proberen wij op te vangen in het project Doelbewust. Wat doen we? We creëren eigenlijk een soort Nederlands elftal van de buurt. En de jongens die daarin mogen spelen selecteren we niet op talent. Maar meer op het feit van, het zijn nog net jongens in een leeftijd die met een hoop begeleiding op het rechte pad gehouden kunnen worden. En we simuleren eigenlijk een profclub à la FC Barcelona. We sluiten dus echte contracten af met de jongens. Ze krijgen shirts, trainen in de openbare ruimte. Echt gewoon op pleintjes in de wijk, zodat ze gezien worden. Maar hebben ook contacten met hun school, met hun netwerk, met de wijkagent. En maken met hen dus de afspraak van je bent nu topsporter, hè? Je bent de trots van jouw wijk, zo gedraag je je ook. Nou, die jongens die groeien, je verschaft ze een identiteit, een droom. Hè? Vroeger wilden we allemaal Johan Cruijff zijn of wie dan ook. Nou, dat geldt ook voor deze.
Of Louis van Gaal. Dat kan... Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor deze jongens. En dat betekent ook, als je ze aanspreekt van je bent nu een topsporter, je spreekt ze aan op hun droom, dan gaan ze zich daar ook naar gedragen. En dat heeft behoorlijke resultaten gehad. We hebben met dit project in 2009 de Hein Roethoffprijs gewonnen. En zijn dit jaar de Nederlandse inzending voor de Europese Crime Prevention Award. Om een voorbeeld te geven van de doelgroep die daarin deelneemt, dat zijn zo'n beetje 100 jongens. Dan mag je, als je de statistieken van de politie vergelijkt, verwachten dat zo'n 17% daar in het afgelopen jaar in aanraking zou zijn geweest voor een ernstig vermogens- of geweldsdelict. Bij dit project was dat slechts bij 4% het geval. Schooluitval, het zijn bijna allemaal jongens die op het VMBO zitten. Nou, we weten allemaal wat voor problemen het VMBO kent voor wat betreft schooluitval. Hier bij ons niet één. Dus je verschaft ze een identiteit, je benadert ze positief. Je maakt van hun iets. En blijkt dat ze zich daar dan ook redelijk goed naar kunnen gedragen. Dank u wel. Mooi project. En in mei gaat u horen of u het project heeft gewonnen. We hebben nog één project. Ik denk niet dat er iemand aanwezig is. Het project heet Scoren voor je eigen wijk in Klein Galgenwaard. Is er iemand van aanwezig? Nee. Kunt u op de website van VU Connected lezen wat dat allemaal behelst? Barbara, ja. Mag ik in aanvulling op die meneer dat mag. Toch ook bevestigen dat we hier in Amsterdam met de gemeente Amsterdam en de KNVB zo enorm goed hebben samengewerkt met de bureau jeugdzorginstellingen, Altra en Spirit. Er zijn een kleine 100 jongeren die inderdaad ook al in aanraking zijn geweest met justitie of met zakenkampen als ADHD of anderszins opvoedkundige problemen. Die zijn via makelaarsrol naar die amateurvoetbalverenigingen gegaan. En juist die trainers van amateurverenigingen, die hebben methodisch geholpen om te weten, wat is liefde geven? Wat is aandacht geven? Wat is even die extra ei over die bol? Dennis heeft er karakterologisch al gewoon ontzettend, die heeft het al in zijn vingers. Het gemiddelde Amsterdamse kaderlid nog niet. Maar daarvan zeggen we van, zetten we ze in ieder geval een paar keer bij elkaar en dan praten we over wat gebeurt, er is een gebeurtenis, wat wordt dan het gedrag, het gevoel bij mensen en de gewoonte. En ga daar dan met elkaar over in gesprek en dan krijg je dus dat die kinderen zich thuis gaan voelen in zo'n vereniging, in een team, zich gewaardeerd voelen. Ze hebben duidelijkheid van een trainer en die hebben de zorg en liefde ook van een trainer of een begeleider. En dat heeft al gefunctioneerd, dat was hartstikke fijn vanuit het programma Tijd voor Sport. Dank je, heel goed. We gaan over op de aanbeveling. Ik wil één ding nog, dat triggert mij een beetje, als vraag ik me af. Het hele gebeuren nu rondom Ajax, hè? Het ordinaire gevecht wat er op dit moment eigenlijk plaatsvindt tussen alle partijen. Gaat dat nog, denk je, uitwerking hebben op publiek, op spelers, in ons sportief gedrag? Hoe zie jij dat? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik denk dat als je dat nog wat breder trekt, dan denk ik dat als je van politiek naar Ajax, naar de samenleving kijkt, dat mensen, dat eigenlijk toch door heel wat mensen in een voorbeeldfunctie, dat gewoon het negatieve gedrag wordt getoond. En sommige gedragingen zijn bijna objectief achterbaks te noemen. En als dat dan ook wordt uitvergroot, dan is dat inderdaad zo dat mensen dat oppikken en dat er toch een kleine vorm van gedragsbesmetting kan plaatsvinden in de maatschappij. Dus ik vind dat een slechte zaak. Ja, over voorbeeldfuncties gesproken. Ja. Goed. We hebben nu al een heleboel gehoord. Jullie krijgen allemaal het woord, mogen allemaal wat aanbevelingen doen die we dan in de charter kunnen zetten. Een van de dingen, daar heb jij nog helemaal niet over gesproken, maar dat vond ik wel leuk, was ik in het voorgesprek, dat jij vooral een voorstander bent van ook een beetje humor erin gooien om het geweld aan te pakken op en rond de velden. Ja, ik ga heel geconcentreerd de wedstrijd in, maar 10 minuten voor tijd kan er best nog wel een geintje gemaakt worden. Het is dan niet dat ik niet geconcentreerd de wedstrijd in ga, maar puur de ontspanning en alles van je af. Werk, privé, allemaal uitschakelen door de humor eigenlijk. En ik denk dat dat wel helpt. En ook humor overbrengen naar de jeugd met spelregels. Ga maar op een speelse manier de spelregels bij de kinderen overbrengen. Ik denk dat ze daar wel bewuster worden. Heb je nog andere aanbevelingen waarvan je zegt, zo kunnen we het geweld op en rond het veld aanpakken? Nou, sowieso mensen bewust maken dat ze bij zichzelf moeten gaan kijken. Dat ze zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Elke doelgroep in de sport, de scheidsrechter, de supporters, de spelers zelf. Dat ze zelf bewust worden van hun eigen gedrag. En hun eigen rol daarin. Ja. Guus. Nou ja, wat mij zo frappeerde een week of 3 geleden met Arie Boomsma. En ik ben een enorme Arie-fan. Maar dat was op zaterdagavond debat op 2.
dat op een gegeven moment de voorzitter van Zwaluwe Utrecht, 1911 heet die club in Utrecht dus, eigenlijk strijd zocht met mijn directeur. En hij had zo gelijk, inhoudelijk had hij zo gelijk. Alleen, hij besefte niet dat er misschien wel 1 miljoen publiek daarnaar kijkt en eigenlijk zijn rol in die vorm niet pakt, zo van KNVB en Zwaluwe Utrecht 1911 samen gaan een vuist maken tegen agressief gedrag. Dus in die zin, ik voel me niet het slachtofferrol, maar wordt de KNVB wel eens wat verweten. We zijn of te laks, of te star, of de boetebond, of de... Maar eigenlijk gaat het wel om, laten we samen op weg gaan naar een heel veilig sportklimaat. En nogmaals, ik noem weer die partner. De gemeente is ook zo belangrijk. De vereniging en de KNVB, de bond en gewoon partnerorganisaties, welzijnsinstellingen in de wijk. Het gaat gewoon om een fijn sociaal leven met elkaar. Ja, en ik denk wat ook wel belangrijk is, want volgens mij zitten we hier met allemaal wel redelijk gelijkgestemd. Ik denk dat er weinig mensen tussen zitten die iemand al een keer een gebroken neus op het sportveld hebben geslagen. Hoe belangrijk het is dat je wel met die mensen die wel gebroken neuzen uitdelen om de tafel zitten. En dat is wat jullie natuurlijk voortdurend doen. Dat we aan tafel... met de mensen aan zitten wie het ook om wie het gaat. Ja. Nou ja, een nieuw idee wat ik gisteren hoorde was eigenlijk van laten we nou eens even kijken. De groep mensen die bij die 100 zitten, bij die 100 excessen. Laten we kijken of we hen eens bij elkaar kunnen halen. In welke vorm dan ook. En gewoon met hen een debat aangaan. Met hen het gesprek aangaan. Ja, of misschien iets met humor als ik dan naar je buurvrouw krijg. In plaats van een debat. En met meiden, ja. Oké, met humor, met meiden. Ja. We gaan even nog hier aan tafel door. Dan mogen jullie uit de zaal. Oké. Nee, ik vind een beetje eigenlijk wat we al eerder gehoord hebben. Hè? Samen. En ik ben teamsporter. Dus ik geloof heilig in samen. Maar ik denk ook dat je bij jezelf moet beginnen, maar dat je ook geleerd moet worden om naar jezelf te kunnen en durven kijken. Dus dat je ook jezelf, maar ook anderen een spiegel voor moet houden over je gedrag. Als jij iets doet wat je al eigenlijk jaren ziet en dat gedrag eigenlijk overneemt en nooit vertelt iemand tegen jou van nou, misschien is dat niet zo handig, ja, dan ga je het ook niet leren. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om te reflecteren en te leren reflecteren. En andere mensen die je daarop wijzen. Ja, precies. Dat als jij een coach hebt die bepaald gedrag vertoont, dat een van de bestuursleden of misschien de scheidsrechters wel zegt van joh, ben je daar bewust van? Want je spelers nemen dat gedrag, ja, onbewust of bewust, wel over. En dat zie ik zelf als scheidsrechter ook veel. Als die coach eigenlijk niet te hanteren is, ja, dan kun je in het water wel raden hoe het eraan toe gaat. Want dat is het voorbeeld. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is met samenwerking met iedereen. Paul. Ja, mensen kunnen slecht tegen onrechtvaardigheid. Dat is een belangrijke zaak. En hierbij aansluitend, ik deel die opvatting helemaal. En die kun je zelfs ook staven met bepaalde bevindingen. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat mensen tot 10 tellen. Eigenlijk de oude regel, tot 10 tellen. En soms wat je ziet in het echte professionele voetbal, vind ik heel mooi om te zien, dat een andere speler ervoor zorgt dat de ander noodgedwongen tot 10 moet tellen. Dus die daar tussen springt, de aanvoerder, et cetera, et cetera. Als je op die manier een team goed organiseert en dat de aanvoerder ook die verantwoordelijkheid voelt, en vooral een aanvoerder die bijvoorbeeld in het middenveld gepositioneerd is, die overal vaak in de buurt is, dat kan wonderen doen, denk ik. Is het niet ook een suggestie om degene die de fout in zijn gegaan? Ik bedoel, het is misschien een beetje een dominee-achtig voorstel, maar dat zie je toch ook wel soms op crimineel gebied. Juist degene die het foutst zijn geweest en die tot inzicht zijn gekomen om die de jongens te laten aanpakken. Het zijn vooral jongens, toch, die dit doen? Ja, het zijn vooral jongens, ja. Ja. Nou, doen jullie dat? Nee, dat doen we nog niet. Nee, we hebben de verenigingen wel voorgesteld om alternatieve straffen te doen. Dus juist als je over de schreef gaat... Ja, dat je juist anderen moet uitleggen hoe stom het is. Ja, ik ben een groot voorstander van. Ik kom er ineens op. Ik weet een jongen die vroeger bij mijn voetbalteam zat en waar je inderdaad geen ruzie mee wilde krijgen. En die de vervelendste jongen van Ajax was. Uiteindelijk ook weggestuurd is. Die is nu voetbaltrainer van onze club Buitenvelder. Die heeft 1 regel. Ouders mogen niets zeggen. Als je als ouder iets zegt, word je onmiddellijk weggestuurd. Er mag alleen maar positief gecoacht worden. Als je iets tegen je medespeler zegt, dan word je eruit gehaald. Als je iets tegen de scheidsrechter zet, dan word je geschorst. Moet je excuses maken ten overstaan van het team. En ze gaan met minder verder. Dus ze gaan niet met 11 verder. Je gaat eruit, je benadelt je team. We gaan met 10 verder. Je gaat douchen en komt daarna excuses maken aan het team en de scheidsrechter. En we hebben het over een 2 meter groot en brede Surinaamse jongen die vroeger niet een lievertje was. Maar dat zijn... Ja, dat maakt denk ik wel indruk als zo'n jongen zijn jongetjes aanpakt die zelf vroeger geen lievertje is geweest. Dat geeft in ieder geval duidelijkheid en dat is wat heel erg belangrijk is bij jeugdtrainers. Misschien kunnen jullie nog dat soort rolmodellen er ook bij nemen in diverse projecten. Zijn er nog aanbevelingen uit de zaal? Hiervoor.
Even wachten op de microfoon. Ja, wat mij opvalt en ook een beetje integreert is dat als het over sport en agressie gaat, dat het bijna automatisch over voetbal en agressie gaat. En wat ik eigenlijk nog een beetje mis is dat je kan heel veel dingen om het voetballen heen proberen aan te pakken. Maar het voetbal zelf, er moet dus iets zijn in het voetbal. En of dat nou cultuur is of iets anders. Maar hoe kan het dat bij rugby, bij waterpolo, ik ben zelf handbalscheidsrechter, relatief eigenlijk heel weinig gebeurt. Terwijl het bij het voetbal wel gebeurt. Dat moet iets met het spel zelf te maken hebben. Ja, maar ik denk dat je het ook wel kan verklaren dat het zo'n massale sport is. Het grootste gedeelte, en nou ja, dat denk ik wel. En daardoor, en je krijgt ook vaak wel lagere sociale klassen, die zitten eerder op voetbal dan op hockey. Nou, ik ben zelf een handbalscheidsrechter. Daar kom ik dezelfde mensen tegen die ook voetballen. En bij handbal gebeurt het niet. En bij voetbal op dat lage. Ik heb zelf ook voetbalwedstrijden gefloten. En ik merk gewoon, en ik denk dat het daar ook mee te maken heeft, dat je als scheidsrechter bij het voetbal veel minder mogelijkheden hebt. En alles wat je doet is heel extreem. Je geeft een penalty die een wedstrijd kan beslissen. Want het gaat maar om heel weinig doelpunten. Je stuurt iemand eruit, dus voor de hele wedstrijd. Terwijl bij handbal en ik denk ook bij waterpolo. Een paar minuutjes. Kan je veel meer corrigeren als scheidsrechter in de wedstrijd. En heb je ook veel meer grip op de wedstrijd. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk verschil kan zijn. Nou ja, we hebben veel te maken met de FIFA en de UEFA natuurlijk. Dus we kunnen niet de reglementen te veel aanpassen. Maar we zijn met verenigingen in gesprek. Daar waar recreatief gevoetbald wordt, zullen we de tijdstraffen weer invoeren. En noem maar op. Wij als KNVB leggen dat niet top-down erin. Maar wij vragen onze leden en al die duizenden voetballers van hoe willen jullie het georganiseerd hebben. Wij faciliteren en organiseren dat. Als dat geluid naar voren komt, dan lijkt me dat een goeie. Ed Degenkamp, gemeente Amsterdam. We hebben van de week inderdaad dat convenant getekend. En daar gaan we wat goeds van maken met elkaar. Maar in aanleiding van wat vanmiddag gezegd is, mis ik nog wat. En het is met name dat die sierenspotjes die tegenwoordig uitgezonden worden, waar heel nadrukkelijk die rol van die ouders wordt aangegeven. En ik denk dat dat soort spotjes er niet genoeg van zijn. Daar moeten we mee doorgaan en misschien ook wel een stukje humor erin. Want ik denk juist dat je, we kunnen wel de medewerking aan de vrijwilligers vragen, aan de sportbestuurders. Maar we zouden er naartoe moeten gaan dat juist de ouders langs de lijn elkaar gaan corrigeren. Volgens mij is dat hartstikke belangrijk. En de tweede, in aanleiding van wat gezegd is, ik denk dat we als sportbonden heel veel van elkaar kunnen leren. Ik meen bij de hockeysport, als je daar van 11 naar 12 gaat, dus van pupil naar junior, dat je een verplichte spelregelcursus moet gaan volgen. Volgens mij moeten ze bij de voetbalsport dat ook gaan doen, want heel veel agressie ontstaat door het niet kennen van de regels. Ja, goede suggesties allemaal. Volgens mij zit de maker van het sierensportje hier in de zaal, of niet? Oh, jammer. Ik wil nog wel even. Nee, goede suggesties, die worden meegenomen. Ja. Ik heb op dat eerste, in Limburg, wordt er elk jaar een soort drie landen toernooi gehouden met jeugd vanuit Duitsland, België en Nederland. En dat is E-jeugd, nou, die spelen op een klein veld. Wat doen ze op dat toernooi? Maken ze het veld in het grote veld. En de ouders die staan buiten de lijn, dus die staan verder van het veld af. De coaches die staan dan ook buiten de lijnen. En gewoon bij de dugout, dus nog ver, geen scheidsrechters. Dus de kinderen die bepalen zelf de wedstrijd. Nou, dat gaat hartstikke goed. Je hebt geen agressie, ouders die zich er niet mee kunnen bemoeien. En je ziet gewoon dat helpt bij de kinderen. Op het tweede punt ben ik ervan overtuigd dat we straks in september 2012 de verplichte spelregelcursus hebben voor jeugdleden. Dank u wel voor uw aanbeveling. Zijn er nog andere dingen? Jeroen, nog iets met rolmodellen? Alles genoemd. Ik heb misschien nog wel een leuke bevinding die onlangs is gepubliceerd door economen. Echt een opzienbarende bevinding, moet ik zeggen. Dus het volgende. Wanneer vindt er nou ruzie plaats thuis? En de meeste mensen denken van als de man verloren heeft met voetbal, dan slaat hij thuis misschien alles kort en klein. Wat blijkt, het grappige is dat verlies het is gebaseerd op Amerikaanse voetbal, American football. Uit politierapporten bleek dat het meeste geweld thuis plaatsvindt als je eigen team verliest volledig tegen de verwachting in. Dus stel dat Ajax bij wijze van spreken verliest van Excelsior, dan loop je als vrouw thuis enig risico, maar anders niet. Dus ik dacht, dat is ook weer goed nieuws. Dus maar geen onverwachte uitslagen. Maar goed, nee, het punt van de ouders is denk ik een heel belangrijk punt. Maar ik denk dat zit ook wel in de charter, toch? Alles eromheen. Spelregel.
Maar ook met die Amsterdamse verenigingen gaan we weer in gesprek van wat is nou het moment dat je je indruk achterlaat bij nieuwe leden of bij ouders. Dat is toch echt als zo'n kind binnenkomt, als hij 6, 7, 8 jaar is. Ga heel erg veel werk maken van een goede intake. Vertel wat de kernwaarden zijn van jouw vereniging, wat erbij hoort, wat je van een ouder verwacht. En steek er zoveel energie in en tijd in, omdat dat maar één moment is dat je dat kan doen. We gaan het afronden. Mar Schuun, gaan we ook nog één ding zeggen? Ja, nog even inhakend op het beeldmateriaal. We zijn op dit moment beeldmateriaal aan het maken. En we hebben onlangs een pilot gedaan bij een van de Amsterdamse verenigingen. En daar waren 60 ouders aanwezig, alleen van de F'jes. Die allemaal aan het kijken waren naar die beelden. En waar, dan zie je gewoon dat er heel veel herkenning meteen is. En dat is een hele goede basis om met die ouders in gesprek te gaan over wat met name ook het effect is op die kinderen. Wat bedoel je precies met het beeldmateriaal? We maken scènes waarbij we laten zien hoe ouders dus kunnen reageren op kinderen. En wat voor effect dat heeft. Ja. En door dat te laten zien, dan zie je gewoon dat ouders in die kantine dan zien, oh, wat gebeurt er allemaal? Ja. En wat is de reactie op het kind? En hoe kunnen we dat voorkomen? Dus dat is heel goed om daarmee de discussie binnen de vereniging los te maken. Ze weten vaak niet eens hoe raar ze zelf reageren. Precies. Ja. Ja, duidelijk. Dank jullie wel. We gaan al deze aanbevelingen, en ook vanuit de zaal, gaan we uiteraard weer bundelen. Ik wil Tom Doude van Troostwijk nog een keer naar voren roepen, want u wil nog wat zeggen en nog wat mensen bedanken. We zijn weer een stapje verder in ons project. Sportief hebben we meer aanbevelingen die in dat charter kunnen. U kunt uw aanbevelingen straks nog weer kwijt op het papier, wat ik al eerder zei. Wij kunnen dit niet anders doen dan met een netwerk van mensen die zich willen inzetten om sportiviteit te bevorderen. En als u daar een bijdrage aan wil leveren, anders dan alleen vandaag hier aanwezig zijn en uw bijdrage in deze discussie leveren, dan kunt u dat ook doen door lid te worden van VU Connected. In uw map zit een formuliertje waarmee u zich kunt opgeven. U kunt uiteraard ook gaan naar onze website, vuconnected.nl. We hebben hier vier mensen die vanmiddag een hele nadrukkelijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van sportiviteit. En daar willen we ze heel hartelijk voor bedanken. Dat doen we met een prachtige DVD die jullie zo meteen krijgen. Maar we doen het ook met een herinnering aan deze middag. Met een groet en een dank daarop van VU Connected, maar ook een gratis lidmaatschap voor 1 jaar van VU Connected, zodanig dat jullie, hopen wij, actief blijven in het ideële en het ideale netwerk VU Connected. Leuk. Dank jullie wel. Oeh, voorzichtig. Even de overhandigingen die vinden plaats. Ik wil u allen bedanken. U kunt natuurlijk hier nog even blijven, wat met elkaar drinken, nog discussiëren. Gedraagt u zich daarbij alsjeblieft ook nog steeds. En u kunt ook nog steeds aanbevelingen geven. Allemaal, alles is welkom. Wij zijn er donderdag 26 januari weer. Gaat het over emancipatie in de sport? En is sport alleen maar een mannenwereld? Nou, dat moet je natuurlijk niet tegen mij zeggen. En ook niet tegen de andere dames hier aan tafel. En wellicht ook niet tegen de heren hier aan tafel. We gaan daar met Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockeybond en adjunct-directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, over praten. Agnes Elling, zij is wetenschapper. Bibian Mentel, zij was snowboardkampioen, moest haar been nadat ze kanker had gekregen laten amputeren en werd weer kampioen. Alsnog wereldkampioen op de halfpipe. Een geweldig inspirerende vrouw. Ik hoop jullie allen dan weer terug te zien. Voor nu bedankt en een sportieve avond zonder geweld.